Minister Eddy van Heijem, minister van de Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U heeft een bijeenkomst bijgewoond van het Armoedepact. Ja. Wat heeft u opgestoken van die bijeenkomst? Nou, dat het heel goed is dat de organisaties die zich hier richten op mensen die moeilijk rondkomen en daardoor vaak ook in eenzaamheid zitten en met allerlei andere problemen geconfronteerd worden, zoals bijvoorbeeld schulden, dat het heel goed dat die organisaties elkaar hier opzoeken. Laura Rijmerink, coördinator van Stichting Urgente Noden. Wat doen jullie binnen het Armoedepact? Ja, wij zijn partner binnen het Armoedepact en wij vinden het heel belangrijk dat alle pactpartners dat die ons kennen, omdat zij alle vrijwilligers hebben die achter de voordeur komen bij de inwoners. En die moeten weten dat wij er zijn. Ik zou iemand die op dit moment in de schulden zit willen adviseren om bij zichzelf te raden te gaan of hij of zij een naaste heeft. Iemand heeft die vertrouwt, waarbij die zijn of haar verhaal kan doen. En daarmee te proberen om te zorgen om wat meer veerkracht te krijgen. Om alsnog de hulp te vragen die je nodig hebt en ook te krijgen. U heeft het onder andere gehad tijdens de bijeenkomst over proactieve dienstverlening. Wat kan ik daaronder verstaan? Nou, dat is een ingewikkelde term, maar om een oplossing te zoeken voor het feit dat we het ook voor mensen wel heel ingewikkeld hebben gemaakt om datgene te krijgen waar ze recht op hebben. We hebben zoveel verschillende regelingen dat mensen soms het overzicht niet meer hebben van welke uitkering ze nou precies kunnen krijgen, welke toeslag of welke gemeentelijke ondersteuning. En wat wij willen is dat ook overheden en instanties die onderdelen van die regelingen uitvoeren, met elkaar contact hebben, gegevens kunnen delen, zodat ze ook mensen actief kunnen wijzen op de rechten die ze hebben. Zodat het niet gebruik van die regelingen, want dat is echt heel hoog, heel veel mensen laten liggen waar ze recht op hebben, dat dat niet gebruik teruggedrongen wordt. Wat is jullie specialiteit, om het zomaar eens te zeggen? Nou, we zijn eigenlijk het allerlaatste loket, als alle voorliggende voorzieningen niet meer kunnen. En wij zijn er voor de urgente nood. Dus iets wat aangekocht moet worden of een behandeling die plaats moet vinden en waar mensen geen geld voor hebben. Kun je een voorbeeld geven uit de praktijk? Een bril voor een kind die niet op het bord kan lezen. Dat kan een koelkast zijn die kapot is. Dat kan zijn dat mensen op een betonnen vloer leven. Dan moet er toch iets op de vloer, vinden wij. Hoe komt het dat mensen die in de schulden zitten pas heel laat hulp vragen? Het heeft vooral te maken met uiteraard als eerste de stress. Hè? Het stresslevel is gewoon ontzettend hoog. Daarnaast is er natuurlijk plaats van schaamte. Spreken we van schaamte. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die schaamte gaan erkennen. En het gesprek met elkaar blijven voeren over deze emotie, want dat is het. Schaamte is een emotie. En die mag er zijn en dan mogen we met elkaar over in gesprek blijven. Zodat we ook met elkaar gaan aanvaarden als maatschappij. Waarin je heel veel moet en moet doen en aan moet voldoen. Dat er ook gewoon mag zijn. En dat je als mens zijn, zoals dit bijvoorbeeld in de schulden terechtkomen, dat het wordt gezien, normaal is het natuurlijk niet, maar wel, hé, het overkomt jou. En hé, als naaste ben ik er voor jou. En ook, hé, als overheid ben ik er ook voor jou om te helpen. Neemt u mee naar Den Haag uit de bijeenkomst met het Armoedepact? Nou, twee dingen. Eén is dat het erg waardevol is dat er op lokaal niveau organisaties zijn met heel veel vrijwilligers die omzien naar mensen. Dat zullen we altijd nodig houden. Ik denk niet, hoe perfect we het systeem ook maken, dat we daar helemaal van af kunnen. Dus ik koester echt dat mensen naar elkaar omzien op lokaal niveau. En twee is dat we zelf wel huiswerk hebben, ook in de landelijke politiek, om de inkomensondersteuning die we veel te ingewikkeld hebben gemaakt, die voor heel veel mensen een doolhof is geworden, om die daadwerkelijk eenvoudiger en toegankelijker te maken. En een beetje menselijker in de uitvoering. Hoe kunnen mensen jullie vinden? We hebben een website, maar wij maken ons vooral heel erg bekend bij alle zorgorganisaties, bewind, bij gemeenten, bij coaches. Want die doen de aanvraag. Je hebt zelfs de termijn van meerdere jaren genoemd voordat een en ander geëffectueerd is. Gaat het zo langzaam, althans langzamer dan wij misschien willen? Nou, daar gaat het een beetje om waar je het over hebt. Hè. Het echt hervormen van dat hele belasting- en toeslagensysteem, dat gaat jaren duren. Maar dat betekent niet dat we nu niks kunnen doen. Er zijn heel veel maatregelen die we nu nemen. We ondersteunen mensen die het moeilijk hebben, ook met extra geld. Maar ook met het menselijke maken van de uitvoering. Met het recht om af en toe een foutje te maken, ook als het te ingewikkeld is geworden. Ook met
minder hardvochtig terugvorderen van toeslagen bijvoorbeeld, op het moment dat je er geen recht op bleek te hebben. Dus kortom, ook op korte termijn kunnen we wel degelijk dingen doen.